zo, Pip? Natuurlijk, zie. Hij kan niet. Ballen knutselen. Oh, dan komt de achter. Droog. Stuitselenbal. Zitten jullie lekker in de toetjes? Oh jee. Pak hem. Kijk een bal. Echt? Ja, dat krijg je. Je had even les van. En hoep. Ja. Leuk hoor. Heel mooi, Luxie. Dat is nog precies. Gaat ze dit kunnen? Kijk, oeh! Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vakantievlog. Ja, wij zijn de. En we zijn aan het genieten hier bij Landal het Vennenbos. Ja, lekker geslapen. Heerlijk geslapen. We hebben weer een hele zonnige dag. Het ontbijt is gebracht. Oh, en kijk eens. Lucilla heeft de hele tafel mooi gedekt. Ja. Kijk, wat cool. En mij ook. Luxie ook. Nou, kijk. Jij ook. Oh, nou, tik hem eens om jouw arm dan. Kijk, hij past al. Tik hem aan, ouwe. Lekker geslapen. Vind je mijn ouwe? Nee, daar is Woezel. En Pip en Sammy. Papa, ja? Broer ook. Ja, broer heeft hem ook. Cool, vet stoer. En kijk, daar is het zonnetje. Door de boom. Op deze mooie nieuwe zonnige dag. Ja, Leo. Ja, lukt zo. Oeh, ja. En we hebben weer geluk vandaag. Het zonnetje schijnt weer. En zie. Ja. Hele gekke tanden. Huh? Zullen we het zien? Een klepje omhoog. Zo, kan je jezelf zien. Oh! Dat ging niet. Nou, Luxie doet dit ook na met de appel, hè? Ja. Ja. Luxie, appelgebied. En niet met de droog. Nee. Ik heb er nog één. Oh, poging twee. Kun je zien? Ja, die heeft een kus gebied. Ja. 1,40 is gegaan naar 1,99 euro. Nou, nu al deze krant even voor, Lucilla. De aanbieding, hè? Ja. En moederdagwijntje. 5,99 euro. Wow. Ja, maar wat ik hebben. Moeder en wijn naar 9 euro. In de buik. Ja, en dan heb je borstvoeding. Bessef. Eerst was het 5,49 euro en nu is het naar 3,49 euro gegaan. Oh. Nou, Woezel Pip, gaan we een optreden krijgen? Van Leon en Lucilla en Luxie. Kijk. Jo. Goed zo, Luxie. Ja. Oh, jo. Jo. Drie sterren hebben we. Ja. Nog twee sterren te gaan. Ja, ik zie het. Ja. Nu even van de kids voor Luxie, hè? Maar dit is toch kids? Ja, dit is mini kids. Mini Jo school heet deze. Dan moet je met het dingetje. Deze? Kijk, zijn jullie toch? Ja. Meisjes nog even doordansen. Dus moeder alweer aan het stofzuigen. Heel mooi. En ga ik Woezel en Pip even uitlaten? Ja, want jullie moeten nodig een plasje en een poepje doen. Helaas, door de coronaregels kunnen we niet met z'n allen lekker gaan knutselen in een bolloclub. Zoals we wellicht met z'n allen weten. Maar wat wel kan, is dat je de knutselpakketjes thuis laat bezorgen. En dat hebben wij gedaan. En we hebben gekozen voor een superleuk krijtbordje te maken. Kijk, de kinderen die zijn hier al aan de tafel gekropen. Luxie. Ze hebben een superleuk krijtbordje met een wissertje. En er zitten ook van die krijtjes bij. En het is de bedoeling dat ze met dit foam
stukjes mooi gaan versieren op de rand. Dus dat je een mooi versierd lijstje gaat maken. En dan kan je mooie dingetjes opschrijven. En dan kan je, ja. En versieren over de rand. Ja, en over de rand kan je versieren. Maar mama, moet je dit op het hout? Ja, op het hout. Op het hout kan je het vastplakken. Mag je fantasie mag je dan gebruiken. Dit was echt vroeger ouderwets bij je school. Ja, zo hebben mama en papa nog les gekregen op school. Op zo'n krijtbord. Ik heb ook een krijtbord, maar daar mag je op tekenen. Ja, ik zag het in heel precies. Een beetje blauw. Dan maken we er een mooi lijstje van. Blauw. Ja, en blauw. Mama, ik maak het niet aan je hand. Mama. Ja. Ik doe een volgorde. Blauw, paars, rood, groen. Dat kan. Blauw, paars, rood, groen. Ja, dat is een goed idee. Dat kan. Ga ik het doen. Ja. En Luxie gebruikt gewoon haar fantasie wat ze wil. Mooi, Luc. Zie je? Allemaal stipjes eromheen. Ja. Heel mooi. Hier maak ik dan weer onze beurten dus rood. Groen, rood, groen. Hier maak ik dan blauw, paars, blauw, paars. Hier maak ik weer rood, groen, rood, groen. En dan hier maak ik weer blauw, paars, blauw, paars. Oké, okay. Nou, top. Dan kunnen we toch nog een klein beetje bollen knutselen, hè? Ja. Ja. Wat we normaal in de bollenclub doen, doen we nou in ons bollenhuisje. Volgens mij vindt Luxie dit ook wel een leuk werkje, Luxie. Ja. Ja. Kijk, ze is lekker actief bezig zijn. Goed zo, meisje. Even een beetje rollen. En dan plak. Op het randje. Ik zie je nog ver. Ja, ze snapt precies wat de bedoeling is. Zie je dat? Ja, goed zo. Nou, ondertussen dat Luxie het bordje gaat krijten, gaat mama dat even afmaken. Luxie? Ja, en ook hier nog. Ja, aan de hout nog. Ik kan hier ook doen. Ik ben op de helft. Ik kan niet. Ik ben niet echt op de helft. Kwart. Waar gaan jullie hem neerhangen? Weet je niet of wel? Ja. Op een slaapkamer. Ja. Ik ga bij mijn bed. Weet je wat ik dan ga opschrijven? Ja. Durven dromen. Slaap lekker. Oh. Bij mijn bed. Dat is mooi, jongen. Mooi tekst, hè? Ik ga het nog thuis even een plekje zoeken. Een plekje zoeken. Ja, daar kan altijd op. Mama, eigenlijk is dit slijm, maar dan met witte balletjes. Ja. Ben jij klaar, Luxie? Ja. Kijk eens. Ook nog op de achterkant kan je krijten. Ja, dat idee. Terwijl Luan en Lucilla hier nog lekker aan het kleien zijn, heeft Daniel daar alweer een meet-and-greet sessie. Toen hij zijn hondjes ging uitlaten, zie je dat? Oh, ja. En Luxie die wil hem ophangen. Waar wil jij hem ophangen, schatje? Hier aan de deur? Kan je daarbij? Heel goed gedaan, Luxie. Ja, dat de deur dicht. Ja. Oh. Ja. Nou, goed gedaan, Luxie. Nou, die van Luxie is klaar. Kijk eens, die van Luan is ook klaar. Super strak, jongen. Heel goed. Ik kan wel zien dat jij... Wat betekent strak? Dat is strak. Tussen de lijntjes. Recht, recht toe, recht. En met jou ook. Zie je dat? Heel goed. Durven dromen. Mooi, Luan. Heel mooi. Lucilla is ook klaar met het lijstje. En die gaat er nou nog iets moois op zetten. Gaat regenen. En kijk, dit is die van Luan geworden. Jongen, ik vind hem heel erg mooi geworden. Hangt mooi op je slaapkamer, denk ik. Ook nog een groene bal maken. Een rode en een blauwe. Niet op de groene. Een bal maken. Ik ook! Ik ga erom aan, ik ook even in de handen. Is dit een mooie rondje? Nou, nu doe ik nu maar een roos. En neem ik om zo. Ik ben klaar, ik moet het even drogen. Drogen? Nee, ga je dit opdrogen? Ja, ik laat het opdrogen en dan heb je echt een stuiterballen. Mam! Mag je deze ballen opdrogen? Droog opzetten. Mag dat? Ja, die droog vanzelf op. Dan heb je stuiterballen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga het ook doen. We
leuk. Ik dacht dat je wel een leuke stuiterballen kon maken. Die mag in de prullenbak, man. Ja. Ook ze kan ook stuiterballen maken, maar dan een andere keer. Want... Mama, mama. Ja, Miffy. Nico. Goed zo. En dan ga ik lekker krijten als deze gaan opdrogen. Stuiterballen, vier stuiterballen. Heb je wel, mama, heb je ook groen gebruikt? Ja. Ik kan ook niet echt zo veel groen. Ik heb wel. Ik heb maar drie dingen van. En deze heb ik niet. Ja, dat is een babybal. Hij is vies. En dit wordt een papabal. Ja, en dat een. Lucella-bal, dat hè? Mama. Ja, en hey, dit is mij. Ja, en nu moet het nog even komen. Ja. Wat mooie. Of Luxie zou er nog. Babyboor. Luan. Kijk, dan heb je wel normaal. Babyboor, Luan. Kijk, nee. Oh, ik heb babyboor, Luxie. Mama. Silla. Baby broer, papa, Luan. En ook mama maken. Dat is rood. En ook mama maken. Dat is rood. Dit is ook mama maken. Dit is baby broer. Je hebt een paard. Zie je tijd. Zie ze. Ja, kijk. Baby broer. Moet ze niet dicht bij elkaar doen, zo. Ja, zo. Oké. Niet tegen elkaar. Ja! Dan heb je geen ballen. Ja! Kijk, zo worden ze ballen. Wat jij zegt, hoor. Papa bal. Papa. Ik ook. Papa bal. Luan bal. Luan bal. Syllabal. En mama bal. Alsjeblieft. Je gaat het drogen. Ja. En deze bij de kamer op doen. En mama bal. Papa. Babypaal. Ja. Wat hebben jullie voor moois gemaakt? Met een krijtbordje. En jij zien? Ja, laat maar kijken. Zeg papa zien. Wat heb ik gemaakt? Oh, kijk, hier is het naambordje. Luxie, Lucilla en Luan slaapkamer. En die ook, mooi visjes. En een groot walvisje. En waar is Lucilla? Laat even kijken. Echt waar? Oh, wauw, Lucilla. Ja. Deze laat ik opdrogen, want deze wordt een stuiterbal. Oh gaaf, vier grote stuiterballen. En Luan heeft ook iets heel unieks gemaakt. Wat staat erop, Wind? Durf het dromen, slaap lekker. Oh, hang dan bij mijn bed. Durf dromen, slaap lekker. En er kan nog één woordje tussen. Durven, dromen, doen, slaap lekker. Oh ja. Doen. Dan kun je hier een klein nog tussen zetten. Durven, dromen, doen. Maar mama dacht dat dat geen zin kan zijn. Ja, durven, dromen, doen. Je gaat durven. Dromen, doen. Oh mama, het kan toch wel! Dromen, durven, doen. Ja, oh ja, ja. Dromen, durven, schrijf hierachter doen. Luan, je hebt twee armbanden. Cool. Nu, je hebt twee armbanden. Ja. En één is van mij. Nou, cool. En ik heb de hond net uitgelaten en een sleutel meegenomen. Maar waar zullen we die sleutel van moeten gebruiken? Dat gaan we zo ontdekken. Zitten jullie er klaar voor? Ja. Wij ook. Nou, en we gaan weer met ons golfkarretje. Ja, ik heb net de sleutelbosje opgehaald en de rekjes en de ballen al klaargelegd. Lu, mag jij zo het hek open doen met Lucilla? Okay. Want we gaan even met z'n allen een potje tennissen. Vooruit. Hou je vast de luxe? Hou je vast. En toen was de batterij op. Moesten we lopen. Oh nee, kijk, daar gaat hij. Tot ziens, Lucilla. Bub. Dag, huisje. Leuke bungalow. Oeh, daar.
Toeteren. Wat was dat? Toeter. En hoe lang heb je dat tennisbaan? Een uurtje? Ja, een uurtje. Kunnen we even hier een balletje slaan, jongen? Ja. Kijk eens, en we zijn hier bij de tennisbaan. Wij zijn aangekomen op de tennisbaan en hier staan de rackets. En papa gaat jullie even laten zien wie welk racket heeft en hoe het allemaal gaat. Even Luan. Lucilla. Even Luxie. Oh, Luxie wil niet. Even Luxie is een scheidsrechter dan. Even mama. Ja, dank u wel. En even papa. Ik heb een grote. En dan hebben we, kijk eens. Ballingen. En een balletjes. Luxie zegt in of uit. Ja, Luxie kijken. Ik zie kijken naar de balletjes. Die zit. Ga maar lekker zitten in het zonnetje. We gaan Luan en mama tegen papa en Lucilla. En neem jij een kinderracket? Ik neem een kinderracket. Vind ik veel fijner slaan. Vind het fijner. Ja, dat vind ik fijner. Luxie als scheidsrechter op het bankje. Nou, dan gaan we even de potje slaan, Luan. Wij gaan winnen, jongen. We hebben nog een slogan van jee. Jippie jee. Wow, jee. Nee dus. Oké. Okay. Nou. Ja. Ja, hij is in. Jij mag de volgende bal, goed? Pak hem, jongen. Oh. Bijna, jongen. Kom op, concentratie. Goed zo. Kom maar, liefie. Kijk eens, lust je dan een lekkere eierkoek? Ja, ik ook. Dat doet de pijn wel verzacht, hè? Ja. Wil je ook een eierkoek? Ja. Kan je dan weer lachen? Ja. Ja. Heb ik zo'n groot veld. Ja. En dan sluit precies de bal op jouw hoofd. Ja. Nou, gaan wij even naar de mannen kijken. Kijk eens, alsjeblieft. Nou ja, ook eentje. Mama, ja, mama ook eentje. Nou. Dat is lekker, hè? Oh, lekker. Nou. En dat is van ei gemaakt. Oké, terwijl de meisjes even lekker genieten in het zonnetje van een eierkoek, kijken wij even naar een potje tennis van Luan en papa. Gaat het goed, jongen? Papa is heel goed, heeft heel veel kind. Ja. Terwijl de kinderen even lekker gaan chillen op het bankje in de zon, gaan wij even een potje tennissen. Laten we proberen gewoon de bal 10 keer over te slaan. Ja, maar we kunnen wel tennissen. Jawel, maar gewoon alle hoeken deuken, je buik recht toespelen. Oh ja, ik kan niet zo hard rennen met mijn buik natuurlijk. Ja, ik ga daar. We gaan een poging wagen. Ja, we zullen maar hebben net. Ja, wat is het? Ja, pak hem maar een pakje drinken. Zit er ook in.
3-1. Nou, schat. We hebben verslagen hoor, 3-1. Hey. Toppie. Lucilla, hey, echt goed. Toppie, ja, daar krijg je het warm van. Trek je jas maar even een beetje open. Ja? Ik heb twee jassen aan. Ja, een vest en een jasje. Maar niet te open. Ja, niet te ver. Oeh, wat heb je gevonden? Dat is een dennenappel. Dennenappel. Je mag toch wel de laatste. De laatste eierkoek is voor Lucilla. Je had even les van papa, hè? Ja. Ging heel goed, Sil. Ja. Nou is Leon even aan de beurt, hè? Ik ging helemaal heel hard. Ja, ik zag het. Nou, daar gaat Leo aan. Luxie wil iedere keer de ballen rapen, maar als ze dan remt en ze struikelt, is best wel hard. Kijk, en hoep. Oh, schaafhondje, hè? Ja, het is grind. Ja. Het is bij ons thuis is het gewoon nepgras, maar dit is grind. Het is, nou, het is niet grind, het is steen. Ja, steen, ja, een beetje grindsteen. Ja, kusje erop. Dat is weer over. Hm? Yeah. Nou, ging goed, hè? Ging leuk, hoor. Op naar huis. Ja. Nou, dat was het uurtje. Alle ballen zijn weer geraapt. En we verlaten weer de tennisbaan. We gaan weer lekker op naar ons huisje. Ik denk even lekker een lunchje eten. Of hebben we genoeg eierkoeken op? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik wil nog lunchje. Ja, nog lunchje. Nou, gaan we nog even lekker lunchen. Schaap! Schaap. Ja! Dat kan. Ja. Eigenlijk was het niet, ik wil eigenlijk een schoonmaker zijn. Schoonmaker! En ze slaapt op deze. Luxie, wat maak ik? Maak ik. Ik zie wat ik
wat heb ik gemaakt? Tafel. Nee. Luxie, je slaap erin. Slaap er. Ja, je slaap erin. Maar waar slaap je in? In een bed. Ja, ik heb hem niet echt goed gelukt, maar nu ga ik hem makkelijker voor me maken. Ja? 4, 5. Oké, wat ga ik nu maken, Luxie? Mama, daar even. Ja. Oh, vies handjes. Hier. Luxie, wat heb ik gemaakt? Huis en... Ja, ik heb een huis gemaakt, maar hier zit een pijl, hè? Hij wijst naar dit. Wat is dat? Tijd. Je hebt het over vuur. Vuur? Ja, je hebt het over vuur. Vuur. Ja. Het is wel, als je vuur steekt, dan heb je het ook, maar het is geen vuur. Luxie, het is? Stone. Oké. Die was een beetje moeilijk, hè? Nee. Was je ook bij de supermarkt gevallen? Oh, want ik heb geen melk meer. Luxie? Ja? Wat maak ik? Ik wil een hond van een... 25 maar. Ja, nu kan ik niet. Opschrijven. Eerst kan ik het vroeger. Ik moet weer leren. Erg? Proberen kan je. En kan ik geen 2 maken. Mag ik een 25 doen? Maar ik moet zelf proberen. En ondertussen warm ik even lekker een kippensoepje op. Dat is tot. Wat zing je voor een mooi liedje? Van KBU. Doe nu nog eens met je handjes wassen. Handjes wassen van de kinders en wereld voor mijn. Tot de stijpel, tot in Amerika. Ja, pandjes wassen. Ja, je zit een beetje onder het krijt. Dat is niet erg, liefie. Heel goed, Luxie. Luxie, ook de handjes wassen. Kan ze heel goed zelf. Ja. Goed zo. Alles op de bar elkaar gezet. Luxie poetst even de tafel. Terwijl ze over de tafel gaat. Heel mooi, Luxie. Heel goed. Mama doet het zo wel nog een keertje. Soepje. Hoi, dan. Mama. Nog een balletje. Soepie. Mama. Open mijn lippen. Zo. Mama. Ja. Mama. Ja. Ja, mama gaat even hier zitten. Een beetje weinig. Mama. Nou, dank je. Dit smaakt. Dit smaakt. Smaakt wel net als een tennisportje. Dat is het. Nou, we moeten wel even beter oefenen bij ons thuis. Mama. Ja. Met een bekken en een... Ook een hele andere baan. Hij staat veel hoger dan steen. Ja. Zoals even wennen. Hij heeft thuis een gaspad, maar gas. Kunstgast. Ja, vind je dit wat hoger... Deze, ja, deze is wat beton was dit. En die andere bij ons thuis is kunstgas. Dus die ging niet zo hoog. Ja. Mama. Een lepel? Ja. Lekker. En mam, de buren
vond ik ook wel. Zo, en nou even lekker gechilld te hebben na de lunch, gaan we er nu nog even lekker met z'n allen op uit. Een stukje wandelen. Kan jij woezeltje vasthouden? Ja, natuurlijk wil ik woezeltje vasthouden. Een pipje mee, lekker de wandelschoen aan. Met de benenwagen. Ja, ik. Met de wandelwagen. Ja, met de wandelwagen, denk ik. Zo, we laten ons huisje even achter. Even de benenwagen. Een frisse neus aan. En bij wie zijn we aangekomen? Even op visite bij. Het bollenhuisje. Ja, eerst op visite bij Bolle. Ja, die hebben we daarin gedaan, die mooie tekening. Werkelijk. Ja, dat is de brievenbus van Bollo, daar is die tekening in gedaan. Ja, dan doet hij vanavond open, dan gaat hij de post checken. Nog even kijken bij Bollo. Ja, ik doe slot, man. Zo gaar. Dat was heel straks, hè? Ja, dat moet je eerst straks. Is die open? Is die niet open? Is Bollo weer in het bos honing in het zoeken? Hij is al tijd weg. Ja. Wie is dat? Egel, hè? Kijk, het egel te kijken. Die is wel. Mama, waar zitten overal spinnen? Kijk, daar zitten spinnen. Spinnetjes, ja, die wonen in het bos, hè? Schattig, hè? Zat veel Bollo in het bos, want het is wel heel groot. Kijk, daar ligt ook een potje honing. Zie je dat daar? Nee. Binnen. Zie je? Een potje honing. En die met die bloemen. Ja. Zie je dat, Luxie? Ik ga naar Pukkepennen. Waar is het Pukkepellenhuisje? Daar. Daar? Gaan we even kijken? Daar is er nog een. Nou, hier zijn we bij het Pukkepellenhuisje gekomen. Gezellig. Zijn Pukkepellen thuis? Nee, maar ze staan wel daar. Oh. Met Bollo. Ze zijn niet thuis, ik zie. Oh, wat is dat? Wat? Waar? Dat? Dat is een beestje wat in het bos woont. Heel vies. Ja. Even kijken. Waar heb je Pukkepellen gezien? Ah. Ja, dit is het podium, hè. Hier gaan ze optreden. Dit is volgens mij het podium van Pukkepellen. Ja? Springen? Ja. Oh. Lucella ook, oké. Kijk eens, het past nog precies. Ja. De zusjes kunnen nog net met z'n tweeën op de kinderwagen, hè? Ja. Lucella hier en Luxie op een plankje. En straks ligt het babytje daar. Ja. En zit Luxie hier. En dan moet jij lopen? Ja. Ja. En nu kan het nog wel even. Gaan we nog even naar de speeltuin? Ja. Ja, hè? Nou, Leon wil ook naar de speeltuin? Zilla wil wat laten zien wat ze heeft geleerd in deze speeltuin. Laat maar zien, Zil. Dit. Hoe gaat dat? 2, gaat ze dit kunnen? Ja hoor. Ja hoor. Zil. Wat knap, bijna, bijna, al over de helft, toch een klein stukje. En? Bijna? Ja, wat goed, liefie. Kijk eens, och, goed zo. Toppie. Ze heeft hier de hele week al gespeeld met alle vriendinnetjes. Dus moet eens kijken hoe goed ze kan klauteren. Zil. Wauw. Het ziet er heel spectaculair uit, Lucilla. Ja. Ja, ja, goed zo, Sil. Toppie, hoor. Hé, hey, Lixie. Kom je daar ook aan geklommen? Ja. Ja? Ga je van de glijbaan? 1, 2. 1, 2. Wee. Hou je vast op het einde. Nog een keertje? Ja. Oké, hou je goed vast, hè? Ja. 1, 2. Hey, 2, hou je vast. Goed zo. Hey, hallo, wie hebben we hier weer? Dit is meneer Pauw. Wauw, oké. Oeh. Ik schrok. Hij ging boven over mij heen. Oh, wou je hem even zo laten zien? Dat is ook mooi hoor. Er zijn er 2. Ja, dan klimt ze hier overheen. Dit heeft ze ook al vaker gedaan, zo te zien. Ja. Ja, en dan? Gaan we zo. Spannend. Vind je dat spannend? Nou, het ziet er al wel heel goed uit hoor. Oeh, je bent er bijna. Je bent er bijna. Ja, goed zo.
En naar beneden. 1, 2. Jubie, goed selectie. Wie komt hier ook even kijken? Oh, gaat hier liggen. Hé, hey, kom je hier helemaal liggen? Kijk, oh, dat is echt net een stekelvarken. Ja. Maar kijk die haren. Jee, dat is net een borstel. Ja. Grappig, hè? Hij komt gewoon even lekker liggen. Hij denkt, nou, wil je maar even aaien? Ga ik ervoor liggen. Hé. Hey. Hallo. Hier over het bruggetje. Goed zo. En hier. Hoe ga je van de glijbaan? Hoe deed je dat net? Zo. Ja? En je ging net toch van met je handen zo naar voren? Nou, over het bruggetje. En, hoe ga je van de glijbaan? Oh, achterstevoren. Dat kan ook, schatje. En dan Luxie. Hoe ga je nu van de glijbaan? Oh, goed zo, snoepduik. Goed zo. Ja. Niet zo hoog. Niet zo hoog? Oké. Nu wordt Luxie hoogte. Ja? Zo goed? Terwijl Luan en Luxie achter ons aan het spelen zijn. En Lucilla hier voor ons in het zand, hè, Sil? Ja. Moeten we wel weer zo naar het huisje, want ons eten wordt bezorgd. Ons eten wordt bezorgd, dus alles staat voor een dichte deur. En dan gaan ze weer weg. Dus ga je zo mee? Ja, we gaan naar huis. Lekker warm eten. Nog één keer. Nog één keer. Ga nog maar één rondje doen dan. Nog één rondje. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje. Geef dan weer een lekker beetje. We zien morgen weer een nieuwe vakantievlog. Doei. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Voeg je hart, boom, boom, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom, boom.